naar het steerwerpen met de Chinezen die nog altijd aan de leiding staat. Maar de tweede poging niet verder komt. Zij heeft 68 de borp van Petra Meijer, die we al gemeld hebben, van 68,68 meter. Goed voor de tweede plaats. 10 centimeter achter de Chinezen. Van Duitsland, Olympisch kampioen. Orkel, de Duitser, gaat gooien bij het steerwerpen. Dit is haar derde poging. En dat blijkt opnieuw geheel te mislukken. En dat betekent dat Orkel niet doordringt tot de beste 8 van dit toernooi. De tweede van de EK en de tweede van de wereldranglijst dit jaar. En kijk eens, wat is er te kwaad over? De 21-jarige heeft nog iets te leren, nog wat ervaring op te doen. Tegenslag voor Karen Orkel uit Duitsland. Wat een stop, denkt ze. Hoe is het mogelijk? En de tranen. Hier haar serie. 57,90 was de beste. En dit jaar gooide ze 70,20 meter. Wat een verschil. En 68,14. Petra Meijer dan staat tweede in het algemeen klassement bij dat speerwerpen. En blijft dat. De Chinezen leidt nog steeds met 68,78 meter. En Meijer is tweede met 68,68 meter. Dus 10 centimeter minder. En hier Karen Orkel. En derde een Rusin met 65 meter. Derde poging. Nee, dit is de vierde natuurlijk. Dat is niks. Dan kan ze rustig vergeten. Hoeft niet gemeten te worden. Afstand te gooien van 65,64 meter. Dat is toch nog wel 3 meter onder de prestaties van nummer 1 en 2, de Chinese Su en de Duitse Meijer. Zulke Renk. Ja, die gaat beter. Die gaat over die 65,64 heen. En Meijer. Toeschouwster, Silke Renk, gespannen voor haar afstand. 68 is de tweede plaats, maar dat zit er nog niet in. Terug bij het speerwerpen, het leven gaat door met Ala Franti uit Finland. Staat niet hoog in het klassement en komt zeker niet hoger. Gaat over de streepbeen. Staat achtste in het algemeen klassement van het speerwerpen. Het is de laatste poging, dus de uitslag is binnenkort bekend. Een Chinese voor 2 Duitsen in het klassement. Wereldkampioenen met de speer te worden. Ze staat tweede met 68 meter, 68, 10 centimeter achter de Chinezen. De gouden medaille of wordt het zilver? Het is geen goud. Tegenvaller voor Meijer na het discuswerpen Wieluda. Opnieuw een tegenvaller voor de Duitse ploeg. De prijs te winnen bij het speerwerpen. Ze stelt dat nog toe zwaar teleur. Staat vijfde in het klassement en het gaat niet beter. Geen medaille voor de Noorse Hartenstad Solberg. Dit jaar de beste met 71 meter 44. Maar ze is echt niet in tranen. Ze heeft het best gedaan en ze heeft geen prijs. Blijft op de vijfde plaats in de finale van het speerwerpen. Trine Hartenstad Solberg. Meter 80 heeft ze gegooid. 68,68 is de tweede plaats van Meijer. Daar zouden ze overheen moeten bij haar laatste poging. Silke Renk. Ziet er goed uit? Nee, niet goed genoeg.
Wilke Renk blijft gewoon derde. Het klassement is gezet. Er is nog één atlete die moet gooien. Een Cubaanse. En deze Chinese, De Mei Zhu, is wereldkampioen met de speer. Voor twee Duitse collega's. Petra Meijer en Wilke Renk. Nog één keer die poging van Wilke Renk. Niet goed genoeg. Voor meer dan brons. Blijft brons met 66 meter 80. I'll be back.